Tarukuya. Na toni ubeta kabata kira na chombo bianka. Tukwana akisha apoi kwa muku. Tarukuya sawu kisha sawa abi uteke dati efusani deete. Terugblikkend op de ontwikkelingen binnen de Maron-gemeenschap kan worden gesteld dat het uitzetten van een goede toekomst belangrijk is. Het is nu tijd om stil te staan bij hetgeen zal komen en bewust een ontwikkelingsplan op basis daarvan te maken. Dit zegt de voorzitter van Stichting 10 Oktober, Leo Atumang, in verband met Marondag vandaag. Marondag, die elk jaar op 10 oktober wordt gevierd, is een gemeenschappelijke herdenkingsdag waarop de strijd van de voorouders van de Marons tegen onderdrukking en voor vrijheid wordt herdacht. Atumang benadrukt dat het hoog tijd is voor een verandering in het denken binnen de Maron-gemeenschap. Er moet een transformatie komen. De Marons zelf moeten eraan meewerken om moeten in het dorpssysteem bouwen een foto. Want elke jaar lopen we weer onder. Je kafoto, je bayou, vriezer, sodiri, shatter, gemer, of noem maar op, of bluwing. Payom en dala, charasango, je go ontite draaikong is onder water gelopen, amabroko. Dus, na poor broeku, weer broeku. Dus er moet een moment komen dat we dat nog, we vinden ons revies dusdanig. Ik hoor men vaak praten over eenheid. Maar wat is het doel van al deze eenheid? Voor abemoro betre of om bevorderen een bepaalde smaak. Op een gegeven moment om een fotosysteem en toe abba fotosysteem dat want dat je kennis kan je ook kopen. Er zijn behoorlijk mensen in de regio die naar een brood zoeken. En als je een stad in het binnenland heeft die behoorlijk voordeel, veel voordeel voor Suriname kan hebben, dan denk ik dat we er beter van worden. Atumang besluit met een bezinningsboodschap en geeft vooral aan de nieuwe generatie mee om zich bewust te zijn van de in hun zittende potentie. Ga bezinnen, plan en gebruik vervolgens je potentie ten overvloede, aldus Atumang.